Breda Nu. Je weet het meteen. De Bosstraat in Breda is een fietsstraat geworden. 8 borden moeten de automobilisten erop wijzen dat deze te gast is. Vandaag onthulde wethouder Boas Adang de borden. De Bosstraat, een fietsstraat, de auto te gast. Waarom deze straat? Ja, de Bosstraat, daar zie je dat er meer fietsers zijn dan auto's. Deze straat zijn we begonnen als pilot om als fietsstraat in te richten. En wat is er aan deze straat veranderd in vergelijking met hoe die eerst was? Nou, we hebben een andere middengeleider aangebracht. We hebben de bewording aangepast. We hebben een aantal logo's prominent in de straat gebracht. En we zijn vooral ook goed aan het vertellen dat dit een fietsstraat is en geen waar de auto te gast is. En ik kan me voorstellen dat de mensen denken de straat is nog even breed geworden. Heeft het wel nut eigenlijk zo'n fietsstraat? Wat is het nut van zo'n straat? Nou, je merkt wel dat veel mensen moeten wennen aan het feit dat iets een fietsstraat is. En daar zijn we vooral nu ook mee bezig. Maar wat je ziet is wel dat de fietser echt als eerste gebruik mag maken van de straat en dat de auto te gast is. Dus op het moment dat een fietser in het midden fietst, mag dat. En heb je in Breda een andere straat die ik dan ken is de Heushoutse straat. Waarin verschilt die met deze straat qua aanleg en qua aanpak? Want volgens mij is die effectiever omdat je daar die middenberm hebt op de Heushoutse straat. En daar mag je overheen, maar daar gaan zoveel mensen niet overheen omdat ze achter die fiets blijven hangen. En hier zou je kunnen zeggen, we halen makkelijk de fiets in. Dus ja, waarom is hier niet gekozen voor een aanpak zoals in de Heushoutse straat? Nou, wat je ziet is dat de Heushoutse straat, daar moesten we het hele wegprofiel opnieuw doen. Dus we hadden daar de kans om de weg opnieuw in te richten. Helaas kon dat hier niet. En hier hebben we gekozen voor de meest pragmatische oplossing om het een hele duidelijke mooie fietsstraat van te maken. En volgen toch nog meer straten in Breda die als fietsstraat worden beschouwd, worden gemaakt? Nou, we zijn nu vooral bezig ook om te kijken hoe we snelfietsroutes door de stad heen kunnen doen. Zodat je snel van A naar B of naar andere steden of dorpen kan. En dat is waar onze prioriteit op dit moment ligt. Breda Nu. Je weet het meteen.